Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marilisa en ik ga jullie meenemen door de weekboodschappen van deze week. Ik heb ze weer besteld bij de Jumbo. Het was 104,81 euro. Of iets anders zet ik het even hier neer. Het was in ieder geval een heleboel boodschappen weer. Het komt een klein beetje omdat ik wat nieuwe receptjes heb geprobeerd. En die zal ik ook onderin de beschrijving neerzetten voor jullie, mochten jullie ook willen proberen. Voor ik het vergeet te zeggen, ben ik op zaterdag al naar de markt geweest. En daar heb ik mijn groenten en mijn fruit gekocht. Ik zal vermelden waar het groente en fruit erbij hoort. Maar ik heb het dus wel alvast voor jullie gefilmd, zodat jullie kunnen zien wat ik allemaal heb gehaald. Als altijd wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven als je deze video leuk vindt. En niet vergeet het abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En dan gaan we beginnen met deze video. Dit is alles van de markt. We hebben bloemkool. Een heleboel spinazie. Ik zei een paar handjes, maar het is een hele zak zoals je kan zien. We hebben mandarijnen, appeltjes, ijsbergsla, broccoli, banaan. Dit zijn blauwe bessen. We hebben oude kaas. De oude kaas met pesto spread. Dus lekker toastje. Brie. Gemengde nootjes met zout. En deze zijn echt super lekker. Yoghurtrozijnen. Tadaa. Zoals jullie staat het allemaal weer uitgestald vanuit avondeten, broodspelletjes en snacks enzovoorts. We beginnen bij het avondeten. We eten een keertje garnalenrisotto, dus garnalen met risotto. Ik heb nog een courgette liggen en ik heb nog dopertjes in de vriezer, dus dan hebben we ook een volledige maaltijd. Ik denk dat het pas voor zondag is, want dan eten we dat met twee kinderen en twee volwassenen. We eten een keertje bloemkooloverschotel, daar hebben we hamblokjes voor nodig, aardappelschijfjes en melk en natuurlijk de bloemkool. En ik weet niet of we daar nog andere groentes voor nodig hebben. Maar ik zal het linkje naar het receptje onderin zetten. Ik heb hem op Pinterest gevonden. We eten een keertje kaasnietsels met een broccoli stamppot. Dus ik heb broccoli gehaald en aardappeltjes hebben we nog liggen. Dus dat komt helemaal goed. Ook dat broccoli stamppot stond ook op de Jumbo. Als ik hem nog kan vinden zal ik hem onderin linken. We eten een keertje zelfgemaakte lasagne. En ik had het recept twee keer toegevoegd aan mijn winkelmandje. Want deze kwam van de Jumbo af. En ik dacht dat ik alles had verwijderd. Maar blijkbaar heb ik twee keer bleekselderij er nog in zitten. Lasagnebladen moest ik wel twee keer hebben. Stekblokjes. Blikjes tomaten en natuurlijk de graste kaas. En volgens mij moest er ook een klein beetje van deze kaas overheen. Dat eten we ook een keertje. Ik denk dat we dat op vrijdagavond eten, want dan zijn we met twee volwassenen en vier kinderen. Of mijn moeder blijft eten, dan zijn we nog met een volwassene extra. Zo is het zeker genoeg. We eten een keertje shawarma met pita broodjes en natuurlijk gewoon ijsbergsla en komkommer. En dat soort dingen. En we eten een keertje macaroni met mayonaise saus. Er kan ook de graste kaas bij. Dit is een aanbieding voor de groentemix, daar heb ik er dus twee van. En dat geldt ook voor de runderhak, dus daar heb ik er ook gelijk twee van meegenomen. Dus dat ik een hele bak met kipfilet heb gedaan. Ik dacht, dan kan ik dat weer opbakken en in de vriezer leggen. En dan heb ik weer proteïne bij mijn salades. Blup. Verder heb ik natuurlijk Crystal Clear. Cola, no sugar, no caffeine. Om te drinken. Voor de kinderen heb ik taxi gehaald. Ik heb ook schoolpakjes meegenomen dit keer. Ze nemen eigenlijk wel tegenwoordig altijd bekers mee. Maar ook voor als we naar zwemles moeten of gewoon onderweg zijn, is het wel handig om wat te drinken mee te nemen. Dus dan zijn pakjes toch ook wel handig. Flesjes water mee voor naar ons werk. Ik heb altijd een groot blok kaas voor op ons brood. Roomboter hebben we nog. Ik heb dit keer geen beleg besteld. Want er ligt nog heel veel in de koelkast en in de vriezer. Dus dat is niet nodig. Brood heb ik ook nog genoeg. En ik wil een keertje gaan proberen om zelf brood te gaan maken. Ik heb namelijk een nieuwe handmixer. En daar kan je dat mee doen. Dus ik ga het gewoon proberen. Ik heb wel wit brood gedaan. Ik denk, dan is het sowieso makkelijker volgens mij. Verder wat bakspulletjes ook voor met de kinderen te doen. Omdat het toch steeds slecht weer is. Dan kunnen we lekker binnen tuttelen. Ik heb koekjes in de koekjestrommel. En koekjes voor mee naar school. Deze waren nu in de aanbieding van Prins. En we hebben nog van die speculoze bandjes. Dus dan kunnen ze een klein beetje kiezen. En als snackje heb ik nu de Lay's panmix even meegenomen. Dan hebben ze wat chipjes. Zoals jullie gezien hebben, bij de markt ook wel wat nootjes en dingetjes gehaald. Dus dan hebben we genoeg zoutjes in huis. En dit waren de gratis producten. De Danio Vegan Sarchatella. Een toetje yoghurt. Is het yoghurt? Volgens mij wel kwark. Het is een kokosproduct zelfs. Nou, dus die kunnen we gaan proberen. Er zat een briefje bij van de Lotto met een code die je kan proberen. En een zakje van Verstegen boerenkoolmix. Dus die kunnen we dan misschien volgende week op de lijst zetten om te proberen.
En dat waren weer alle boodschappen voor deze hele week. Zoals altijd zet ik onder in de beschrijving eventueel de linkjes naar de recepten. Plus wat we ongeveer per dag gaan eten. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als was het dan deze video een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En dan wens ik jullie een heel fijn weekend. Tot in de volgende. Doei doei!